welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een super leuke video, want ik heb weer een giveaway of winactie of hoe je het ook wilt noemen. Het is weer super random, dat is ook gewoon altijd hoe ik mijn giveaways doe. Gewoon uit het niets ineens heb ik er eentje, dan heb ik weer genoeg make-up die ik wil weggeven en dan hou ik gewoon weer een winactie. De make-up look van vandaag staat op mijn Instagram, mocht je daar benieuwd naar zijn, dan kijk even daar. Ik weet dat er echt wel mensen gaan zijn die geïrriteerd zijn hierover, dat ik iedere keer weer verwijs naar mijn Instagram als je make-up looks wilt zien. Maar dat komt gewoon omdat ik maar 2 video's per week maak op mijn YouTube, dus ik heb gewoon niet genoeg plek om continu mijn make-up looks te doen. Want ja, ik doe eigenlijk meestal gewoon reviews, maar op mijn Instagram post ik elke dag, dus daar heb ik genoeg tijd om heel veel looks te plaatsen. Dus vandaar dat ik elke keer weer verwijs naar mijn Instagram. Nou, ik heb hier weer een hele bakje met super veel make-up. Dit is allemaal make-up die naar een van jullie gaat. Blijf vooral gewoon even de video kijken als je wilt weten wat ik allemaal ga weggeven en wat je moet doen om te kunnen winnen. Dus ben je hier benieuwd naar? Blijf dan gewoon even kijken. Oké, ik heb hier gewoon allemaal verschillende make-up, blushes, oogschaduwen, settings. Nee, ik heb geen settingspray. Lipsticks, allemaal van alles. Ik heb ook jullie advies meegenomen, want bij de vorige giveaway had ik geen enkel oogschaduwpaletje. En daar werd dus naar gevraagd, dus dit keer heb ik die wel. En ik ga meteen beginnen met eentje ervan. En dat is de Revolution 1 Million Eyeshadow Palette. Dit paletje is super mooi. Ik heb er ook hier eentje van mezelf. Ik vind deze echt zo mooi. Kijk even al deze kleuren. Het zijn een beetje paasachtige kleurtjes. Ik heb ook een make-up look hiermee gemaakt. Die ga ik heel even hier in beeld plaatsen ergens. Dit paletje is gemaakt door Revolution. Omdat ze 1 miljoen volgers hadden op Instagram. En toen kwamen ze met dit paletje. Dus deze is van een van jullie. Ik heb hier nog iets van Revolution en dat is deze hele gouden highlighter. Vooral als je een donkere huid hebt, gaat dit super mooi zijn. Voor mij is hij te donker. Als hij voor de winnares ook te donker is of winnaar, dan kun je hem ook gebruiken als oogschaduw. Ik heb hier ook iets van skincare, een handmasker. Dit zijn van die handschoenen, die doe je gewoon om je handen heen en die moet je even laten zitten. En dan eraf halen en dan heb je super zachte handen. Dit is van het merk Mikura. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Ik heb hier nog een paletje die waarschijnlijk heel veel mensen leuk gaan vinden. Dit is de I Heart Revolution. Nee, de I Heart Makeup Chocolate Rose Gold Palette. Ook deze heb ik al. Deze is dus voor mij. Ook hiermee staat de look op Instagram. Kijk, deze kleuren zijn super mooi. Ook een hele goede dupe van het Huda paletje. Het zijn gewoon echt hele mooie kleuren. En ik heb hier dus een nieuwe van jullie. Ik heb deze van beauty88.nl gehad. Ik heb hier ook 2 neppe wimpers van AC Beauty. Esra en dan een achternaam die ik nooit kan uitspreken. Dit zijn de wimpers Jasmine en Dissel of Dickel. D-I-C-L-E. Deze zijn super mooi en ook voor een van jullie. Ik heb hier van het merk Technique de Bronzing Eyeshadow. Dit zijn hele mooie kleuren. Ik kan hem niet openmaken, want ja, dan is hij niet meer nieuw. Maar dit zijn hele mooie glanzende kleurtjes, ook van beauty88.nl, ook voor een van jullie. Ik zeg gewoon bij alles erbij waar ik hem vandaan heb, want mocht je hem gewoon willen kopen, dan weet je gelijk waar je hem kunt kopen. Ik zal ook de link van alle winkels beneden in de beschrijving plaatsen. Ik heb hier een liquid highlighter van Aim Sparkle. Aim Sparkle heeft super mooie highlighters en dit is een van hun. Dit is de kleur Romance. Dit is een roze liquid highlighter. En deze is dus ook weer voor een van jullie. Ik heb hier van Clinique van de Fit collectie een poeder. Dit is een losse soort van banana poeder. Die kun je gewoon kopen bij Douglas of nee, Easy Paris. Ik heb hier van BB Cosmetics dit oogschaduwpaletje. Die kan wel gewoon open, maar er zit een soort van papiertje in. Dit zijn een beetje donkere kleurtjes. Heel mooi om een oogschaduwlook mee te kunnen maken. En deze heb ik van Make-up Actie. Ik heb hier van W7 bronzing poeders. Dit is dus een hele aparte bronzer. Dit zijn van die, ja, van die kleine balletjes. En je moet daar gewoon doorheen met je kwast. En dan heb je gewoon een bronzer. Ik heb hier van Revolution de Reloaded Palette in de kleur Iconic Division. Hele mooie, beetje groen-gele kleurtjes. Dit is een hele goede dupe van die ene Anastasia paletje. Waarvan ik de naam ben vergeten. Dit paletje heb ik ook al in mijn collectie. Deze heb je in 4 kleuren, mocht je die willen. Ik heb deze ook van beauty88.nl. Ik heb hier van Xpel Oral Care. Van Xpel Oral Care. Teeth Whitening Poeder. Dit is dus die zwarte poeder die je alvast wel hebt gezien op social media. Waarmee je je tanden moet poetsen. En dan krijg je dus wittere tanden. Deze heb ik ook van beauty88.nl. Ik heb hier van het merk Woga Woga, I think. Dit is een cream highlighter in de kleur Moonpad. Ja, deze is gewoon heel mooi. Van I Heart Makeup heb ik hier de Unicorn Highlighter. Deze heeft allemaal van die verschillende kleurtjes. Mocht je deze willen kopen, deze heb je gewoon bij de kruidvat. Ik heb van Tease Trendy Cosmetics een oogschaduwbal. En je zult nou misschien denken, een oogschaduwbal. Het is dus letterlijk een bal.
En dit is gewoon een losse oogschaduw in de kleur blauw. En hij glinst. Ik weet niet wat ik wou zeggen. En die is dus ook van een van jullie. Sommige dingen, ik ben geabonneerd op Goodie Box. En sommige make-upjes zitten daarbij, zoals deze. Of was die niet van deze box? Ik weet niet meer, maar volgens mij was die van een box. En die geef ik dan ook wel weg. En ik weet dan niet echt waar je die kunt kopen. Maar als je het gewoon even opzoekt, kun je vast wel een plek vinden. Van Mesauda Milano heb ik hier een lipstick. Het is een fel roze lipstick. Dit soort kleuren draag ik echt nooit. Dus vandaar dat ik die weggeef aan jullie. Weer van de Clinique Fit collectie heb ik hier een setting spray. De Fit collectie is echt speciaal gemaakt voor mensen die sporten. Het heet ook de Fit collectie. Duh. Dus vooral na het sporten is dit heel fijn om op je gezicht te sprayen. Ik heb hier van Freedom deze blush. Ik heb van W7 deze bronzer die ik niet kan openmaken. Ik wil hem openmaken, maar je kunt hem niet openmaken. Ik heb hem ook hier van mezelf. Die kan ik dan wel laten zien. Dat is dus deze. Ik heb hem wel kapot gemaakt. Maar dit is dus de kleur. En hij lijkt heel veel op de Benefit Hoola bronzer. Maar dan een stuk goedkoper. Deze heb ik gewoon van W7cosmetica.nl. Ik heb hier de Original Squeegee Blender. Squeegee. Ja, ik denk dat je het zo uitspreekt. Dit is dus zo'n beauty blender die dus van siliconen is gemaakt. Deze heb ik ook van beauty88.nl. Ik heb hier van San Filippo 2 Winged Stamp Eyeliners. Dit is dus zo'n stempel die je, waarmee je dus stempelt. En dan heb je gelijk al een wing. Ik heb hier een video over gemaakt. Mocht je die willen zien, klik even hierboven. Ik heb er dus ook een van mezelf. En je kunt zien, hierboven is dan de stempel. En hierboven is er gewoon de normale eyeliner. Ik vond hem best wel fijn, maar je kunt gewoon alles zien in die video. En ik heb hier de tin en de thick stamp. Dus de dunne en de dikke stempel. Allebei. Van W7 heb ik deze lip scrub in de smaak. Want ze hebben allemaal een smaak. Maar ik weet niet welke dit is. I don't know. Oh, Outrageous Orange. Ook deze heb ik eentje van mezelf. Ik vind die heel fijn. Ik heb er toevallig nog vandaag mijn lippen mee gescrubt. Hij is ook heel lekker, want het gaat altijd een beetje in je mond en dan proef je het. En hij smaakt ook echt heel lekker. Weer van de Clinique Fit lijn heb ik hier een lips en cheek kleurtje. Het is dus deze roze kleur. En die is voor, je kunt die als blush gebruiken of als lipstick. Dus ja, dat is wel leuk. Van Lux heb ik een wenkbrauwpotloodje in de kleur bruin. Als jij geen bruine wenkbrauw hebt, kun je het misschien aan een vriendin of iemand geven. Van W7 heb ik hier deze holographic lip topper. Super, super mooi. Deze zijn zo mooi. I can't. Als je die zo helemaal op je lippen doet, het is echt een super mooie glans. Ook hiermee heb ik een foto. Zal ik hier ergens plaatsen. Van Balance Me Natural Skincare heb ik hier deze BB cream. Ik weet niet welke kleur het is, want dat staat er niet op. Maar ja, ik gebruik geen BB creams, dus ook deze geef ik weg. Van Manakadar Beauty heb ik deze blush. Tenminste, volgens mij is het een blush. Oh, blush en highlighter. Dus je kunt hem ook als highlighter gebruiken. Deze heb ik ook in een pakketje gehad, dus I don't know waar je die kunt kopen. En van Bella Pierre Cosmetics heb ik hier het concealer paletje. Je hebt dus de kleur groen. Die moet je smeren op plekken op je huid die rood zijn om het minder te maken. En gewoon twee concealer kleurtjes. Ik gebruik bijna nooit concealer paletjes, dus ook deze geef ik weg. Nou, dit was dan alles wat in de winactie zit. Het is een hele hoop, dus ik ben weer heel blij dat ik weer iemand blij kan maken met heel dit setje. Nou ga ik het even hebben over wat je moet doen om dit te kunnen winnen. En alsjeblieft mensen, let goed op. Want ik heb nu al 2 winactie's gedaan en er zijn iedere keer weer mensen die niet alle stappen hebben gedaan. Terwijl ik heb maar 3 stappen altijd en dat is echt niet veel werk. Ik hou het altijd expres gewoon heel makkelijk, dat je gewoon snel kunt meedoen en niet allemaal 100 dingen moet doen. Dus alsjeblieft, let gewoon goed op met wat je moet doen. Want bij de laatste winactie had eigenlijk iemand anders gewonnen. Maar toen ik dus ging kijken, had ze dus niet alles gedaan wat je moest doen om te kunnen winnen. Ja, en toen viel ze dus af en heeft iemand anders gewonnen. Dus let alsjeblieft gewoon goed op. Oké, het eerste wat je moet doen is abonneer op mijn kanaal. Klik op het belletje en like deze video. Doe alle 3 die dingen. Dat is ook super fijn voor mij. Als tweede is, volg mij op Instagram. Als je geen Instagram hebt, dan mag je mij ook een mail sturen of whatever. Maakt niet uit. Maar als je het wel hebt, volg mij op Instagram. En als derde, laat hier in de comments achter hoe je mijn kanaal hebt gevonden. Heb je mij gewoon toevallig gevonden toen je gewoon op YouTube zat? Heb je mij gevonden omdat je me al kende? Heb je het via gehoord? Let me know hoe je mij hebt gevonden, want ik ben daar echt super benieuwd naar. En that's it. Dus het enige wat je moet doen is abonneren, liken, volg me op Instagram en let me know hoe je mij hebt gevonden. En that's it. Deze winactie loopt voor precies 1 week en het is vandaag woensdag. Dus volgende week woensdag laat ik hier beneden in de comments weten wie er heeft gewonnen. Dus kom dan zeker even terug. Nou, ik hoop dat jullie deze video weer leuk vonden. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.
Doeg!